gastvrijheid. 'S Avonds verliet hij met zijn leerlingen de stad. Ze overnachten dan op een heuvel, dicht begroeid met olijfbomen. Daarom heette het de Olijfberg. Want hij doet de wolde, het staat ook over de kalender, het staat ook over de druivenkrans. Dat betekent dat heel veel. En daarom gaan we soms gevieren. Geen liturgie, dus geen mis, dus geen gebedsdienst. Dus gelijk dat grapje tijdens je leven heeft. Folklore. En het wonder met telkens weer, hoe dat wordt met apostelgroepen, hoeveel mensen dat ervoor komen. Hij doet zijn bovenkleed uit, zoekt een handdoek en een kruik water en begint de voeten van zijn leerlingen te wassen. Is het lekker brood? Dank u. Toon, heb je uw roeping gemist? Ja. Ik heb eigenlijk niet eens één leven dat ik hier aan mijn gast kijk. We doen het echt, hè? Maar je moet wel drinken, hè? Het is goed, ik. Ik jou zal ik ondergeneven.